Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mijn werker Oftalwaard. En vandaag zijn we weer in Minecraft. Ik wil eerst even een kleine ding zeggen. Iedereen dat op mij geabonneerd is, bedankt. Ik heb de 100 abonnees gehaald. Ik heb ook direct de 110 abonnees gehaald. Ik heb vandaag, vandaag is het maandag, vandaag heb ik 17 abonnees erbij gekregen op één dag. Ik weet niet hoe dit komt, waarom dit komt, ja, wie, ik heb geen idee. Maar ja, we hebben 110 abonnees, dus ja, we gaan door met de flow. En ik ben hier met Rune. Yo iedereen. Applausje voor Rune. Dank u, dank u. Zo, oké, we zijn op ons paard. Ik ga even normaal. Dit is Loksaus en dit is Pita. Yo. En we gaan ons een beetje showen. We gaan jullie een beetje showen wat we allemaal nieuw hebben gedaan in ons rijk. Dus voor te beginnen hebben we hier downtown. Maar niet normaal, zeg maar. Down. 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 Omdat het echt gewoon een heel down downtje is, ja. Een paar huisjes. 6 huisjes in totaal. 1 heel lelijk. 3 heel lelijk. 7 heel lelijk. Oh, en heel slecht verlicht, zoals je ziet. Hey, maar die paarden zijn hier weg aan het gaan. Pita. Kijk, Pita is mijn paard. Oké. Ah ja, dat moeten we misschien ook laten zien. We gaan direct ook even naar de andere kant rennen, natuurlijk. Hey, creeper. Hey. Mijn paard is fucking traag. Mijn paard is fucking snel, maar die van u kan hoog springen. Ja, maar ik ben een dikke parcours king. En ja, hier hebben we zo'n plaats. En we gaan even helemaal rond ons kasteel natuurlijk. Oh, stad. Boeske. Ja, stad. Whatever. En hier is ook iets. En dit is... Even spieken. Ah ja, Husktown. Wegens alle husken die hier rondlopen. Dus ja, Husktown. Ja, en je kunt alleen binnen langs de binnenkant... Ik had op de verkeerde knop, nee. Ja. En ja, dit is het ding. Dit heeft Rune gebouwd, het andere heb ik gebouwd. Maar hier wouden we... Oh, wajo, kijk deze coole man. Die heeft gewoon heel veel armor. Wat voor armor? Wat voor armor, jongen? Die heeft gewoon 3 armor dingen gewoon, wajo. Oké, we gaan terug rond onze stad. Gaan we terug naar het weggetje. Oh, even met ons hoofd door de bladeren. Jezus, je gaat zo snel. Ik zie je naam gewoon bijna niet meer. Ja, ik ben gewoon... Gotta go fast. Okay, was... Fucking Usain Bolt. Racing tegen Usain Bolt. Gaat fout. Ja. Yeah. Oké, we zijn terug op het pad. Op het pad. Er is zombies. Ah, daar. Ik zie nu pas uw naam. Ik moet echt meer verlichting hebben in mijn dorpje. Dat ga ik nog fixen. Maar we gaan een beetje doorrijden. Hier is de weg. En ja, we hebben nog iets anders gedaan. We hebben heel veel gedaan eigenlijk. En je kan het al zien in de verte. Dat daar... Dat is... Infinity Temple, ja. Infinity Temple, dat is de naam van de stad. Ja, je leert die namen. Ja, en de deur staat open, dat mag niet. Wie heeft die deur opengelaten? Wie de fuck? Sowieso is het daar bommen. Ik weet het zeker. Nee, ik heb de deur niet opengelaten. Er waren die guardians hier. Waarom gaat het niet dicht? Is het kapot? Ja, ik heb een hele mooie deur gemaakt, zoals jullie al... Het is kapot! Iemand heeft het kapot gemaakt, hè? Zes man, net nieuwe stad in de poef kapot. Huh? Waarom? Loksaus blijft hier. Iets is kapot, hè? Ah, kijk hier. Ah, ik heb het kapot gemaakt. Oh, ja. Echt stouterik. Geen koekje na het eten. Zo, en het werkt weer. Let's go. Normaal gezien. Zo. Haha, en het is dicht. Yes, yes. Yeah. Kijk, dit is dus onze deur. Het moet altijd zo naar beneden. En man, die panty loopt helemaal weg. Hier naar beneden. Zo. Er is gewoon een villager buiten, why not? No. Ja, die is buiten gelopen. Die is weggelopen.
Hey, kijk. Moet hij niet naar binnen, nee? Ja, ja die sterf. Gaat dood. Laten we zien hoe dat hij sterft. Ja, hij is gestorven. Ah, ah, noep, ah, noep. Oké, okay, maar dit is dus het dorp. Ik heb even van mijn paard. Coole muur hier. En voor de rest maar een één breed muurke. Dit is het dorpje. Een vrij... Allee, ik vind dit echt een mooi huis. Dit is echt het mooiste huis dat ik ooit heb gezien. Dat is Rune. Hey, Rune heeft dat made gebouwd. By Rune. Made by Rune himself. Het is echt een mooi huis, vind ik. En een paar andere mooie huisjes. Dat heb ik gebouwd voor de rest van Rune. Als ge... Ah ja, ja en dat heb ik gebouwd. Je hebt dat Acacia huis ook gebouwd. Ja, hè? Dat huis heb ik gebouwd en die dingen. En deze tempel heb ik ook gebouwd. En kijk! Of course. Fucking cool. En kijk. We vliegen niet eens. We kunnen hier gewoon overlopen. Ja, magic. We kunnen gewoon lopen. Dat is door middel van... ja, commanding blok. Het is barrier. Zo. Dan heb ik barriers en dan zie je dat je hier overal kunt lopen. En ja, het is very cool. En dan kun je ook zo helemaal naar beneden kijken. Helemaal naar het einde van de aarde. Later. En als je hier doorvalt, dan heb je hier ook overal grond om te staan. Oh, niet overal. Oef. Dat is niet veilig. Not quite safe, you know. Oké, en dan gaan we nu weer naar boven vliegen. Helemaal terug naar boven. 5 hours later. Oké, dan zijn we misschien moet hier, je dat dichtmaken. Ja, nee, dat is gewoon dichtmaken. Cool. Dat is wel grappig. En hier hebben we hier, de vlag van... ja, van kom deze... aan, man, je kan het zeggen. Je kan het. Je kan het. Infinity Temple, ja, dat wist ik. Heel en goed. Infinity Temple heeft ook hier... Ja, dit is ook een creature dat ik heb gemaakt. Het is gadverdamme lelijk. Het is niet eens een interieur. Staat niet eens een deur. Er staat niet eens een deur. Oké, maar dan gaan we nu naar Infinity Docks. Dit is Infinity Docks. Hier komen nog allemaal huisjes en licht en zo. En hier komen dan de docks. En ja, oké, dat wordt helemaal leuk. Super nu cool. Is het nog niet leuk. Ja, oké, we gaan weer verder. Zijn de paarden er nog? Eén paard. Ik zie beide paarden. So. Ik heb looksaus gevonden. Hij was al helemaal weg. Oh, poef. Is dat looksaus? Hier is Pieter. Ja, dat is looksaus. Achter u. Looksaus. Hier. Hey, let's go. Oké, dan gaan we even terug. En als jullie met jullie coole ogen iets op is gevallen, is... Daar, een lavaputje. Ja, oké. Dat boeit helemaal niemand. Maar als jullie echt iets goed is opgevallen, dan ligt hier dat soort kak. Zielzand, soulzand. Iemand heeft hier gekakt. En ja, hij had een beetje spetterpoep, dus vandaar zo lang. En als je hier een valt, dan zit je volledig dood. Ja, dus Pita, blijft er weg. Ja, oh, coole muur hier. En Gaia, komt er ook uit. Zit daar niks? Het is een coole muur. En daar komt er ook uit. Is daar niks? Ja, ik laat te veel zien. Nee. Je mag dit nog niet zien. Oké. Maak het open. Dus dan doe ik hier en zo. Paantien, blijf hier. En dan is de deur open. Hier, logisch. Dan is de deur open. Dan gaan we op. Waar, Pita. Oh. Pita. Okay, zo, gaan we weer naar binnen. Zo. Nee, shit. Oh, daar ging ik. Fuck jou. Fuck you. En dan hebben we hier allemaal van deze dingen. En één spanner. Ah, fuck. Ah, oké. Okay. Laat me binnen. Daar, mijn paard. Doe open. Ja. Ik heb niet eens dicht gedaan. Oh, jeez. Ah ja, kijk, dat is gewoon... dan hebben we hier de infectie. En dit ziet glitch. Er zo vet uit van boven. Ja, het heet glitch. Omdat hier... Ja, het lijkt wel een glitch in het landschap. Maar van daar kan je het amper zien. Van daar kan je het niet zien. En het ziet er echt heel cool uit van boven. We hebben het zelf gemaakt. Heel veel tijd. Het duurde anderhalf uur om gewoon die vloer hier te zetten. Dit soort mensjes lopen er. Er lopen allemaal... Wacht, ik ga laten zien welke ventjes. Er lopen... Al de dorpelinghaters op de zombies, villagers en ravagers en vexers. Ah nee, geen vexers.
Evokers en Vindicators. Dat is denk ik alles dat hier loopt. Mm-hmm. En heksen Vita, ook, waar is Lokshuis nu weer? Ja, die is in dat ding daar beneden gegaan. Die is in de opening gegaan. Wow. What the fuck? Lokshuis! Waar is Lokshuis? Is Lokshuis dood? Nee. Oh, Lokshuis? Oh. Ga maar daar in de is gevangenis. Gewoon buiten. Ik heb iemand gevangen genomen. Hij wou in de gevangenis. Waar is Lokshuis? Lokshuis is buiten. Hier. Hoe is Lokshuis buiten gekomen? Geen idee. Oh shit, shit, ik ging door dat vuur. Ah, ik heb gevonden. Okay, ik heb gevonden via hier. Oh. Zit hier ook nog een zon? Ja! I am alive. Poef, I am alive. Je kan niet meer door. Zo, ik kan er wel door. Ja, je kan er over. Oké, en dat is eigenlijk gewoon alles wat het nu is geworden. Nee, je bent iets vergeten. Ah ja, wacht, ja, de kaartkamer. Ja, en het fort misschien, hè? Fort? Ons veilig fort. Ons ja, veilig maar dat fort stond er al, maar dat mogen zij niet weten, want anders... Zij gaan misschien ons ooit aanvallen of zo, en dan... Ah, okay. Dan ja. Oké. Okay. Ik krijg net 20 meldingen binnen. Maar hoe komen wij ooit terug binnen? I don't know. We hebben ons eigen fort te veilig gemaakt, want we hebben de deuren dicht gedaan en we wouden die niet terug open doen, dus daarom ja, zijn we erover geparcourd, maar we kunnen niet meer terug binnen. Slim. Ja. Hier is een deur. Ik ga gewoon een klein beetje verder kijken of ik ergens binnen kan. Parcouren. Parcours. Oeh, misschien kunnen dus... we... Nee, dat gaat niet. Dus beste kijkers, jullie hebben nooit gehoord van een fort. Understand? Ja, dit is een fort. Understood? Nee, dit is gewoon een beschermd dorp. Nee, dat is een... Stad. Nee. Stad. Oké. Okay. Okay, hier, via hier kunnen we binnen. Ik weet niet, ik ga zwemmen. Ik ga zwemmen. Hey, we hebben dat ding gewoon niet. Oh, oké, okay, mijn paard kan niet zwemmen. Fuck. Mijn paard niet. Wel, dat is de coolste. Nee, die van u zingt ook. Oh. Nee, man. Oh, toch wel. Oké. Okay. Panty, kom eruit. Oké, dit is Lokshuis. Ah ja, hier staat mijn ding van... Dit is hoe dat ik die deuren heb gemaakt. Die coole open- en sluitdeuren. Ja, dit is hoe ik dat heb gemaakt. Hier staat een lever. Hier staat een lever. Dit is de buitenkant, dit is de binnenkant. En... ja, dit is ongeveer de redstone. Als je het wilt namaken, dit is het. Hier heb je ook redstone dingen. Ja, Oké. Hopelijk voor steek u onze... heb je het nu. En oh, wacht, we kunnen hier wel doorgaan. Dit is gewoon... Het maakt het kapot. Zo, fuck. Oké, dat gaat niet. Oh, shit. Maar, ja, maar je gaat voor mij lopen, gij kak. Ja, ik ben... Auw. Nee, paard. Nee. Oh, maar mijn paard wou weg, hè. Ja, okay, ik zag het. En we zijn weer binnen. Hier heb ik ook een pad gemaakt, natuurlijk. Super cool, toch? Super duper cool. Gewoon pure coolheid. Ja, en daar heb ik trouwens ook een lamp gehangen, omdat daar dingen konden spannen. Dat oh, shit, bro. Ik stel voor dat we nu gewoon in survival gaan en dat we gewoon de survival gaan beginnen. Mm-hmm. Want ik denk, we gaan sowieso nog meer dingen bouwen. Maar ik denk dat we die ook... Allee, we gaan die sowieso in creative bouwen. Maar dan kunnen we gewoon op YouTube de serie al beginnen. Van survival. Mm-hmm. En dan kunnen we gewoon creative bouwen of screen. En dan kunnen we dat laten zien in survival video's. Dan kunnen we hier gewoon survivalen. Want we hebben eten, we hebben drinken niet nodig, we hebben dieren, we hebben paarden, we hebben bescherming, we hebben villagers, we hebben een kerkhof met fucking veel doden. Ja, één nacht dat we per ongeluk waren vergeten te gaan slapen. Allee. Ja. Eén nacht dat die net heel de game te gaan slapen, dus ja...
Toen Nee, was dat was iedereen gewoon de dood. hele game glitchte en ja, toen waren er eens 5 zombies op gewoon één blokje. Ja. Ja, en toen was iedereen dood. Dus ja, Spoiler wacht. tempo. Ik ga in mijn huis, ja, jij in Kaart. uw huis. En dan ga ik, wacht, ik ga het op nacht zetten. Een kaart, joh. Nacht. En dan gaan we slapen. En ja. Ah, wacht. Wappie. Ah ja, oké, zo. Ik ga mij even klaarmaken. Wacht. Ja, heb ik eten nodig? Ik heb eten. Ik Oké, heb eten. dit is mijn stuff dat ik ga. Ik Oké, heb dat ook ga ik niet eten. doen. Oké, zo. Kom, En ik doe dan dit gaan we zo. slapen en dan gaan we survival wakker worden. Oké. Yeah, let's Oké, go. wacht even. We moeten de kaartenkamer nog tonen, hè? Don't forget. Ja, dat gaan we tonen in survival. Maar waarom doet het nu zo moeilijk? Dat is Zo, een codebook. survival. En nu gaan we slapen. Yay. Ik heb dit gedaan. Yay. Sleeping. Yeah. Yo. And we survive. Yep, en geef mij wat schapenvlees. Let's go. Oké, kom de guy nu naar la carte ruimte. Ja. Dit is de kaart die ik hier heb hangen. Hier heb je FBI, open Downtown. up! Hier heb je Husktown. Hallo. Kom binnen. Thank you, sir. En ja, dit is gewoon de hele ding. En dit is gewoon onze dingen. Daarom hangt dat hier. En dan heb je hier, dat heb je een klein beetje groter. Daarom hangt dat daar. Dat is gewoon cool. En dit is de real deal map. En je kunt het in survival niet heel goed zien, maar zoals je ziet hebben we daar in het goud glitch, omdat je het anders niet kon lezen of niet goed kon lezen. Hier heb je Infinity Temple, Infinity Docks. Daar moeten we misschien wel een klein beetje naar kijken, dat we die Infinity Docks een klein beetje naar beneden doen. Maar daar glitch, downtown, Husktown. We gaan van Husk gaan we nog een beetje naar boven. Wart, wilt u eindelijk dat hier verklaren? Links, beneden. Ik heb dat daar niet geplaatst. Ik Ja, man. zweer. Er Ik waren zweer steeds het gewoon zo op mijn betonnen leven. blokken. Maar misschien dingen. Hoe Boodschap heet van die guy? Herobrine. Uw vriend. Hoe heet hij? Oh, Jens. Jens. Ja, Jens heeft dat misschien gedaan. Ook al is hij echt gewoon maar 2 seconden op de server geweest, ik weet niet. Maar hier hebben we ook een weggetje. En dat gaat dus naar dat huis. Dat loopt nog een beetje verder. Ja, en dus daar is een Pardon. huisje en dat gaat dan helemaal verder. En hier gaan we dan ook een stadje maken en dan gaan we helemaal naar Ja. beneden. En hier, ja, dit is best cool. Echt pure coolheid. Pure coolheid. En hier hebben we Pure een chest coolheid. en daar zit alles in. Hier het grote meer, rijke buurt, Husktown, downtown. En, oh, dat staat er nog niet op, maar hier... Is dingen infinity. Waarom staat Infinity Temple die dingen? Waarom zijn die dingen dan niet? Oké, die Omdat moeten we die even boos is. opnieuw maken. Maar dit is zeg maar één chest van daar in het hoekje tot hier in het hoekje. Dat is één chest. En als we verder gaan, twee keer naar hier, naar daar, dan moeten we meer chesten gebruiken. Yep, Yes, boy, En yes. ik heb trouwens deze outfit aan omdat ik ben in Steve veranderd. Ja, En ik wou geen Steve geen. zijn, dus. Ja, het is geen Shrek met Herobrine meer. Nee. Dus Wat is ja, Shrek nu met zijn we Herobrine, dit. Shrek met Hanekam? Ja, dat is Oké, zo. En hier staat ook een repair and name ding. Dus oké, dan gaan we leven in deze server. Ik weet niet hoe lang deze video al bezig is. minstens 10 minuten. Ik Zoiets, sta. denk ik. Oh, Ik heb geen Jesus. timer. Ah ja, ik heb Loes de Poes nog. Hey, Lucy. Lucy, het poesie. Ja. Ik heb Lucy, het poesie. kogelvis Oké. voor haar. Ik heb kogelvis. Dit is zeg Ik maar heb mijn kogelvis. vechttenue. Ik ga nu gewoon deze tenue aanhouden. Maar dit vechten nu ga ik wanneer ik echt moet vechten. Ik ga wel dit al bij mij houden. Zo. En een klein beetje eten. Ik ga gewoon Hey, eten. Pai. Zo.
Ja, oké, okay, ik ga dit doen. Zo. Okay, hier, ik heb kogelvis. Ik heb kogelvis voor uw kat. Zo. Kogelvis van mijn kat. Ik denk niet dat mijn kat kogelvis eet. Nee, mijn kat eet geen kogelvis. Oh. Waardeloos. Thank you, nummer waar ik dat wel. Wie weet kan je wel handelen met een of andere gekke visser hier in het dorp. Ja. Ja. Okay. Ja. Ah, ja, ja. Dit wou ik ook nog aan iedereen laten zien. Omdat oh, cool serieus, is. Moet hij. Dit is jouw piemel en dit is mijn piemel. Haha, very funny. Kijk, die van mij is groter en goud. Heel cool. Waarom? Ik ga die zo doen en dan wijst die omhoog. Hey, geef mijn piemel, uw piemel eens bek. Zo. Zo. Kijk. Kijk, cool. Ziet je? Mijn piemel is een klein beetje langer. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, cool. Eigenlijk leeft er helemaal niemand hier. Eigenlijk moeten we echt meer villagers hebben, by the way. Ja, iedereen is gewoon doodgegaan in één nacht. Omdat er gewoon 5 zombies waren gespawnd. Echt 9 mensen zijn gewoon doodgegaan. Mhm. Dat is wel een heel duister hoekje. Maar weet je wat wel kut is? Wat? Als je een creator hier naar beneden springt, dan leef je. In survival. Nee, let's test. don't touch my ass. Nee, nee. Kijk, als ik dit doe... Tegen u... Ik nee, think you are pretty... Ja, 14 attack damage. Dan ben je denk ik dood. Wow, dat was heel erg. Rivena. Oké, ik denk dat we naar beneden gaan. Wat gaan we nog doen in deze aflevering? We gaan gewoon leuk zijn. We gaan vissen. Ik heb geen vishengel. Maar fucking kutpoep. Kutpoep? Kutpoep. Wat zegt hij tegen mij? Kom dan. Ik heb geen armor aan. Sta je in de deur, gaat nu... Oh. Ja, nu breek ik het mij af, hè. Kut, Diamond gap. Was... Oké, okay, hij is dood. Lekker avondeten. Kijk, nu breek ik mij af. Zo, Diamond was eerst zo full armor. Maar dus wat is dan net de ride? Is ook full armor. Maar ik denk dat Diamond nu... Is Diamond nu niet minder? Want, allee, nu heb ik half net de ride. En heb ik... Waarom zit er fucking schapen in de wijngaard? Gemak, hè? Er zijn meerdere schapen in de wijngaard. Ik wil dat schapenvlees, dat is avondeten. Jij mag schapenvlees hebben. Zop! Oh, oh, jeez! Ja, dat doet pijn. Ja. Hier. Shit, Rigo, kat dood. Moet oppassen, hè. Ah, zo, perfect. Fuck. Ik ben er door. Het vlees ligt daar. Waar? Waar? Ja, I see. Oh! Zit er gewoon overgesprongen. Oh. Ah! Nee. Ah. Waarom krijg ik daar geen damage van? Oh. Waar, Luxa? Ik krijg daar geen damage van. Oh, een klein beetje. Soms. Raar. Maar dat is waarschijnlijk dat hij niet eruit de armor hebt. Want jij hebt geen armor. Nee, maar hier ligt nog, hè? Voor vlees en zo. I don't need it. Ik heb lekker... Oké, best geven. Give to me. Give it to me. Ja, als jij geen vlees... Als jij niet wilt eten, ik wel, hoor. Fuck you. Ik had u bijna geslagen, hè. Staat friendly fire eigenlijk aan? Staat dat aan? Geen idee. Friendly fire staat aan. Ja, want ik kan nu niet... Ah! Ah, wat de heck? Is dat jullie eens dode wachter? Ja. Ik doe altijd zo'n rare dingetjes. Ja. Nee. Waarom? Dat weet ik niet. Hier is een persoon, wie is het? Alam. Molla. Pita, jongen. Molla, pita. En al die dingen. Oh, kijk, ik ga... Oh, je kunt niet eens hardcore parkour hier. Oh, je kunt wel hardcore. Oh. Du. Veel te cool. Bro.
You revised an invitation from Vles Ghetto. Is he lonely or something? I don't even know him. Go fuck yourself. Kom jongen, wat gaan we nog doen? Ik denk dat we hier bij de video gaan afsluiten. Ja, okay. Dus, ik sluit af met een stukje schapenvlees. Kom maar naast mij staan. Zo. Oh. Eerst even een stukje vlees. Dag mensen, bedankt voor het kijken, bedankt voor de 110 subs. Ik zie jullie ooit in mijn leven nog, denk ik, hoop ik. Hopelijk volgende week. Maar volgende week is school. Ik heb geen zin in school. Fuck my life. Maar hey, je nek me schijf, spur alle wat je jeurt. Jij hit de club, het zomaar waar dat waren leurt.